Dit webinar is overkoepelend en niet gericht op één specifieke beperking, zoals bij de voorgaande webinars. Dus zowel vragen over reuma, MS, dwarslesie, hersenletsel kunnen voorbij komen, dan weten jullie dat. Dus ik vind het heel leuk. We krijgen steeds meer deelnemers erbij. Leuk dat iedereen aansluit op deze ochtend. En wij willen jullie vragen om tijdens het webinar jullie vragen in de chat te zetten. We gaan daar, maar daarbij gaan we gewoon het webinar actief houden. En het webinar zou dus terug worden opgenomen, zodat jullie terug kunnen kijken. Dus wees daar bewust van. Zet je vragen in de chat. En het mag ook zo. Het kan voorkomen dat je een vraag hebt waarbij je wel je vraag wil stellen met geluid en beeld. Dat is ook prima. Maar gedurende het hele webinar graag wel even het geluid uitlaten. We hebben technische ondersteuning van Martin Fluit van de Stichting Special Heroes. En de deelnemers, de vragen van de deelnemers worden bijgehouden in de chat door Lieneke Vos van de Stichting Special Heroes. We gaan beginnen. De introductie. Ik stel de sprekers van het webinar voor en daarna wil ik jullie vragen interactief deel te nemen met de polls, vragen te stellen in de chat en jullie eigen ervaringen te delen. De eerste gastspreker van vandaag is Manon Kuipers. Zij is diëtist en gezondheidswetenschapper. Momenteel werkzaam in revalidatiecentrum Heliomare, waar ze voornamelijk patiënten met CVA en niet aangeboren hersenletsel behandelt. En afgelopen periode ook betrokken is geweest bij de COVID-revalidatie. Haar hobby's zijn koken, bakken, hardlopen, bootcampen en vooral genieten van haar gezin. Welkom Manon, wat fijn dat je vandaag ons mee gaat nemen in de voeding. En welk gerecht willen jouw dochters dat je veel vaker kookt? Ja, dan moet ik heel erg... Dankjewel trouwens. En ik vind het ook erg leuk dat ik hier vandaag met jullie dit webinar mag verzorgen en een en ander mag delen over de voeding. En als je vraagt welk gerecht mijn dochters het liefst eten, dan kom ik denk ik toch op de welbekende pees uit. Want dan hoor ik toch de pannenkoeken en de patat voorbij komen. Dus ook bij een diëtist thuis is dat aan de orde. Ja. Ja, leuk. En hoe oud zijn jouw dochters? 4 en 7. Ja, precies. Dat is nog echt die leeftijd dat ze daarom de pees heel belangrijk vinden. Precies. Ja, leuk. Nou, dankjewel. Jij gaat zo meteen een presentatie geven, maar daarvoor wil ik nog even de andere gastsprekers introduceren. We hebben ook Willemijn van Gastel. Ze is onder andere runningtherapeut, gedragswetenschapper. Ze begeleidt individuen en bedrijven, maar ze helpt vooral mensen met het verbeteren van hun levensstijl. En ze laat mensen stralen en is de leefstijlcoach die we natuurlijk erbij willen hebben vandaag. Welkom Willemijn. Fijn dat je aansluit bij het webinar en dat je jouw ervaringen gaat delen over gedrag. En voor welke snack ren jij een blokje op naar de supermarkt? Oh, Tirza, dat is wel een flauwe vraag meteen naar binnenkomt. En eigenlijk ja, een boterham met kaas, daar kan je me eigenlijk voor wakker maken. En dan heb ik het nog braaf over boterham met kaas, maar eigenlijk alle kaas vind ik lekker. En dat zeker zo eind van de dag, als ik een beetje trek heb, dan blauw, harde kaas, zachte kaas, het maakt me niet uit. Dus ja, dat is mijn guilty pleasure. Ja. Hey, en leuk om er vandaag weer bij te zijn. Ja, superleuk. Dankjewel. En we hebben ook nog Simone de Schepper. Zij is ervaringsdeskundige en heeft nu 6 jaar MS. Ze deelt haar persoonlijke verhaal over het leven met MS in een blog. De blog heet Eigenwijs met MS. En 2 jaar geleden is ze actief aan de slag gegaan met haar voedingspatroon. En een van haar favoriete eten is volgens mij zelfgemaakte pastasaus, niet waar? Ja. En, dat klopt inderdaad. Ja, mijn vraag aan jou was, wat mis jij het meest in een glutenvrij dieet? Ja,
snoepjes met suiker. Ik ben een ontzettende snoepkont en suiker is eigenlijk het eerste wat er in een dieet vaak uitgegooid wordt. Dus dat is voor mij altijd een uitdaging. Ja, zeker. Er zijn nog niet echt glutenvrije snoepjes op de markt. Glutenvrij wel, maar zonder suikervrij niet, nee. Ja, precies. Okay. Ja. Daarover later vast meer. Ja, we gaan nog even, voordat we beginnen met de presentatie van Manon, de eerste poll doen. De vraag aan alle deelnemers hier. Wat vind jij het moeilijkst als het aankomt op gezond eten? Dus ik wil jullie allemaal verzoeken om in de chat even jullie antwoord te geven van wat zijn de dingen waar jij tegenaan loopt met betrekking tot gezond eten. Het is net Sinterklaas geweest, jullie hebben zakken met pepernoten weggewerkt. Misschien heb je slechte eetgewoontes waar je vanaf wil. Kijk je heel erg uit naar dat kerstdiner wat er aankomt of juist misschien helemaal niet? Heb je problemen met je lichaam door voeding of andere dingen waar je mee worstelt in het dieet? Deel het met ons, zodat we een beetje inzicht krijgen met dingen waar jullie mee worstelen. En dan kunnen we dat ook in het webinar meenemen. Dus gooi het er allemaal in van, wat is, vind jij gewoon heel erg lastig als het neerkomt op gezond eten? Nou, ik zie al van alles voorbij komen. Gekruid eten, chocolade, voldoende groente eten, voldoende fruit eten, tussendoortjes laten staan, beperken tot kleinere porties, iets minder snoepen, volhouden voor een langere periode. Ja, er komt echt van alles voorbij. Heel leuk dat jullie dit met ons delen. Dan, ik denk dat we daar nog wel allemaal op gaan inhaken. En dat Manon, Willemijn en Simone ons daar ook in kunnen meenemen. Op dit moment moeizaam kunnen koken door krachtverlies in armen. Chocolade, kruiden, noten. Niet kunnen liggen, want dan heb je geen discipline meer. Gevulde speculaas. Ja, van alles. Nou, heel leuk dat dat we al deze antwoorden binnenkrijgen in de chat. Ja, minder in de verleiding worden gebracht door bezoeken aan de supermarkt. Ja, dat is ook iets wat te maken heeft met gedrag waarschijnlijk. Nou, ik ga het woord geven aan Manon. Dankjewel voor de antwoorden. Jullie kunnen ze nog in de chat gooien gedurende het webinar. Maar we gaan beginnen met de presentatie van Manon. Die gaat ons meenemen in de wereld van de voeding. Manon, aan jou het woord. Ja, dankjewel Tirsa. Als het goed is, zien jullie nu de eerste sheet van de presentatie in beeld. Ik kijk even jullie aan voor de check of dat echt zo is. Ja, klopt. Dat? Simone Willemijn, ja. Oké, fijn, dankjewel. Ik heb een presentatie bestaande uit twee delen voorbereid voor vandaag. En eigenlijk is dit het eerste deel waarin ik een stukje theorie wil behandelen. Het is een kort stukje, maar met name om in te gaan op een stukje energieverbruik, gewichtsverloop. En eigenlijk wat punten die bij allerlei verschillende aandoeningen kunnen voorkomen. Ik vond het voor vandaag ook gelijk wel de uitdaging, juist omdat dit, zoals Teers al noemde, een opgezet webinar is voor niet alleen MS of alleen reuma of alleen dwarslesie, alleen hersenletsel, maar juist eigenlijk wat algemener voor alle doelgroepen. En dan kom je gelijk bij het feit dat voeding aan de ene kant heel algemeen kan zijn, omdat het er elke dag voor iedereen is. Maar aan de andere kant is het ook heel erg specifiek en persoonsgebonden. En dan kan het ook nog aandoeningsgebonden zijn. En misschien hebben jullie daarin allemaal wel een ervaring waarin het soms wat lekkerder gaat met voeding. Je soms op bepaalde dingen moet letten. Eigenlijk continu met een vorm van een dieet of aanpassing van voedingspatroon bezig moet zijn. Dus voor mij staat daar ook wel de uitdaging om er wel een duidelijk verhaal over voeding voor te maken. Maar ook dat iedereen zich daar een beetje in kan vinden.
En vandaar dat ik hier onderaan ook heb gezet van luister naar de informatie en oordeel daarna ook of het wel of niet voor jou van toepassing is. Want er zijn altijd, voedingsadvies is heel vaak maatwerk. En dat is iets wat in een presentatie veel lastiger te vangen is. Dus dat wilde ik graag vooraf wel eventjes genoemd hebben. Dan wil ik jullie meenemen in een stukje energiebalans. Want op het moment, bij de diverse aandoeningen, is energiebalans wel een thema wat vaak terugkomt. Omdat het in meer of mindere mate toch gepaard gaat met een verminderde activiteit. Dat kan aan de ene kant zijn bij een dwarslesie waarbij het niet mogelijk is om door het verlies van de spiermassa in de been, het verlies dat je dat niet kan gebruiken, dat de spiermassa helemaal verminderd wordt. Maar het kan ook zijn wanneer je meer moeite hebt met lopen, waardoor je minder actief kunt zijn en minder kunt bewegen. En zo'n verminderde spiermassa bij het minder actief zijn zorgt eigenlijk voor een daling van je energiebehoefte. En dat betekent met name dat je lichaam in rust minder energie verbrandt. Waardoor er eigenlijk minder opname van glucose in de spieren plaats kan vinden. Waardoor er minder beschikbare energie in de spier is om te verbruiken. Dus daar zit ook... Ik onderbreek jou heel even kort. Want ik zie in de chat dat er twee deelnemers nog geen slides in beeld hebben. En of de presentatie iets groter kan. Zou je dat voor elkaar kunnen krijgen om wat te vergroten? Martin, kan jij hierin ondersteuning bieden? Ik zou eigenlijk niet weten hoe ik dit anders in beeld kan brengen. Ik ga heel even kijken. Ik heb het nu ook niet in beeld. Ik heb het heel groot in beeld nu. Maar, dus het is wisselend. Het verschilt. En als je hem niet in beeld hebt, staat hij soms onderin weer als presentatie PowerPoint. Zo stond hij bij mij net in elk geval. En als je daarop drukt, kom je ook weer in de presentatie. Had ik net ook. Dus moet je even scrollen tussen de deelnemers. En dan... Dus, wat is dan precies de tip voor de deelnemers die het niet kunnen zien? Dat is even naar beneden scrollen. Als je Manon groot in beeld ziet, dan zie je misschien aan de onderkant of aan de zijkant, zie je allemaal lettertjes van alle deelnemers. En soms, of je ziet ons ertussen. En dan zie je ook alsof het een deelnemer is, maar daar staat dan het tekentje van PowerPoint. En als je daarop klikt, dan gaat die open. Dankjewel, ik zie dat het gelukt is bij Betty. Okay. Heel mooi. Zijn er nog andere mensen die moeite hebben? Even kijken. Rechtsonder in PowerPoint klikken. Nou, volgens mij gaat het nu goed. Beter. Zullen we doorgaan? Ja, graag. Oké. Het verminderen de aanwezigheid van spiermassa, maar daarmee ook die dalende energiebehoefte, minder actief weefsel, dat kan ook betekenen dat er moeite is om af te vallen, waardoor doordat de verbranding van de glucose anders verloopt. En dat, dat is wel iets waar mogelijk meerdere deelnemers wel ervaring mee hebben of last van kunnen hebben, dat er moeite is om af te vallen. En dat kan voor een deel dus ook met die spiermassa te maken hebben. Kijk, en daarin is het ook zo dat op het moment dat er minder spiermassa aanwezig is, dat het ook kan zijn dat het een activiteit uitvoeren meer moeite kan kosten. Het kan als zwaarder worden ervaren, waardoor je het langzamer of minder lang kunt gaan uitvoeren. Waardoor je dus eigenlijk met de beweging die je doet ook minder verbruikt. En dat kan wel leiden tot een vicieuze cirkel, waardoor je dus... telkens wat minder kunt verbruiken, maar op het moment dat je jouw energieinname daar niet op aanpast, is er echt een risico op gewichtstoename. En dat geldt dus voor de persoon die rolstoelgebonden moet functioneren, maar dat geldt ook voor een lopend iemand die minder actief is of minder actief kan zijn. En daarin zijn er eigenlijk twee dingen die je kunt doen. Je energieinname aanpassen. Of je energie uitgaven, dus je energieverbruik verhogen. Waarmee niet gezegd is dat altijd makkelijk is. Manon, mag ik op inhaken? Ja?
Wat jij vertelt misschien is wel illustratief. Ik heb vorig jaar iemand begeleid. Het was een dame met MS. En zij wilde heel graag afvallen. En daar deed ze onwijs haar best voor. Maar zij viel maar niet af. En ik snapte het eigenlijk ook niet meer. Want nou, op het laatst dacht ik, je eet bijna helemaal niets meer. Ik vond zelf ook al dat ik dacht, eigenlijk zou je meer moeten eten. En ze fietste elke dag. En dat was wel met trapondersteuning. Maar goed, deed ze ook echt wat aan een actief leven. Totdat ik op een gegeven moment dacht van, hé, maar met die fiets, je bent wel met je conditie bezig, maar je bouwt geen spieren op. En ze zei ook tussen neus en lippen, door mijn MS heb ik ook al jaren, heb ik ook zo weinig spiermassa meer. En toen zijn we naar een fysiotherapeut gegaan met ook de vraag van, goh, zou zij aangepast spieropbouw kunnen gaan realiseren voor zichzelf? En vanaf dat moment, het ging als een dolle. Ze viel af, maar dat was nog niet eens het mooiste. Maar ze werd ook gewoon veel fitter en ze voelde zich veel beter. Maar ik was er zelf ook door verrast dat ook het fietsen, dan denk je, ik ben bezig met mijn spieren, maar dan, je onderhoudt die spieren wel. Maar het gaat dan soms ook echt om bouwen van spieren die visuele cirkel kan doorbreken. Ja, en daarin, dankjewel voor deze aanvulling. Dat is een mooi voorbeeld. Conditie en kracht zijn daarin echt twee verschillende dingen. En dat blijkt hier ook uit, ja. En er zit natuurlijk wel een verschil hoeveel spiermassa er dan opgetraind kan worden en wat daarin de mogelijkheden zijn. Het is ook zo dat een onderlichaam in verhouding veel grotere spiergroepen heeft dan een bovenlichaam. Dus dat je met je armen alleen nooit hetzelfde verbruik als met je totale lichaam, hè, dus ook die grote beenspieren kan behalen. Maar naar kunnen krachtsopbouw is zeker te adviseren. Ik zal doorgaan met de volgende sheet. Het gaat eigenlijk door met het sedentair gedrag. Veel zitten wordt daarmee bedoeld. Daarbij is dus vaak ook een lager energieverbruik te zien. En ik had erbij gezet van ja, wat gebeurt er met de inname? En dat is met name van ja, als je veel zit, in sommige gevallen is daar ook een eetactiviteit aan gekoppeld. Soms ongemerkt, als er nog een pakje koekjes naast je ligt, dat eigenlijk ongemerkt opgaat. Maar dat sedentaire gedrag, dat vele zitten, dat kent wel meerdere risico's. Ook weer op overgewicht, maar ook qua hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes. En bij sedentair gedrag, dat is eigenlijk ook wat we veel zien bij bijvoorbeeld kantoorbanen. Hè? Iemand die de hele dag achter de computer zit en 's avonds een klein rondje wandelt. Die heeft eigenlijk ook al een vorm van sedentair gedrag, fijn woord. Waarbij eigenlijk ook het advies is om niet die hele dag achter elkaar te zitten. Maar na een half uurtje of in ieder geval na een uurtje even een klein momentje van beweging te hebben om uit die zittende houding te komen. En natuurlijk realiseer ik me ook dat mensen die rolstoelgebonden zijn hierin een andere groep vormen. Die deze mogelijkheden natuurlijk op een heel andere manier moeten gebruiken. Dus daar geldt wel een andere insteek voor. Maar het is wel een vorm van gedrag, dat sedentair gedrag, wat we veel zien. Jullie kennen dokter Erik Schredder denk ik allemaal inmiddels wel, hè? Die daar ook heel erg mee bezig is. Van veel zitten is eigenlijk het nieuwe roken. En dat is wel iets wat hier heel erg bij aansluit, van kom in beweging. Ter illustratie heb ik er een klein voorbeeldje bij gezet. Wat je verbruikt als je 30 minuten rustig wandelt. Dat is ongeveer 150 calorieën. En dat komt overeen met of 30 gram chips, 25 gram chocola of 1,5 glas rode wijn. En als je kijkt naar 25 gram pure chocola, dat is eigenlijk een vierde reep vaak. Hè? Dus het is niet zo dat het om grote hoeveelheden gaat. Dus eigenlijk, als je denkt een half uurtje wandelen, daarmee verbruik je best iets. Maar je hebt het er ook eigenlijk al heel snel weer bij gegeten. Als voorbeeld erbij, als rolstoelgebruiker moet je hier 50 tot 60 minuten zelfs je rolstoel voor voortduwen om dit te verbruiken. Dus dat laat zien dat die energieinname ook zeker een rol speelt. En dat is dan ook waarom rolstoelgebruikers vaak toch wel 2 kilo per jaar aankomen. Dat gewichtstoename heel voorkomend is.
Precies, en met name omdat het bij een rolstoelgebruiker die dus de mogelijkheden voor het bewegen een heel stuk minder heeft, dat het daarbij nog belangrijker is om te realiseren dat die energieinname echt aangepast moet worden. Ja. En ja, op het moment dat dat niet of niet voldoende gebeurt of lukt, dan is die gewichtstoename iets wat er langzaamaan toch in gaat sluipen. Ja, zeker. Ja. Dat lagere energieverbruik betekent dus ook van ja, die energieinname, die kilocalorieën dienen aangepast te worden. Maar het is gelijk ook wel heel lastig, want je behoefte aan voedingsstoffen, dus dan denk dan aan de vitamines, mineralen, de eiwitten, die behoefte die verlaagt niet. En dat betekent eigenlijk dat er gewoon nog veel minder ruimte is voor de loze energie, de lege calorieën, waarin je dus de koekjes, de glazen vruchtensap, denk aan chocola, alcohol als voorbeelden, eigenlijk nog minder zou kunnen gebruiken. Een vraag die ik er ook wel vaak bij krijg van is het dan nodig om suppletie te gebruiken? Sowieso kan suppletie, en dan heb ik het over de vitamines en de mineralen, nodig zijn als er een eenzijdig patroon is. Helemaal op het moment dat je dus een lage energiebehoefte hebt, maar dus wel ja, je voedingsstoffen binnen moet krijgen. En als je daarin dan ook nog een eenzijdig patroon hebt of niet veel lekker vindt, misschien moeite hebt met slikken, waardoor je niet alles kunt eten, dan kan het zeker raadzaam zijn om wel een multivitamine suppletie te gebruiken. En ja, mijn voorkeur gaat wel altijd uit naar een multivitamine en niet naar allerlei losse supplementen die soms ook in heel hoge doseringen in de winkel te koop zijn. Maar ook daarvoor is het wel zo, elke situatie is specifiek en iedereen kan een specifieke behoefte hebben of afwijkende bloedwaarden. Dus daar ook gelijk een kanttekening bij. Het is niet voor iedereen op dezelfde manier van toepassing. Ja, en ik vraag me af, Simone, heb jij daar ook... Want jij had je voedingspatroon heel erg aangepast. Heb jij zeg maar, omdat je MS hebt, ook bijvoorbeeld multivitamine of supplementen daarbij gebruikt? Ja, bij de MS zijn er eigenlijk een aantal dingen die wel vaak aangeraden worden om te nemen. Bij mij is het omega-3 capsules, maar dat is ook omdat ik niet van vis hou. Dus dan kom je heel gauw in die hoek. Je vitamine D-waarde die wordt eigenlijk hoger gehouden bij MS dan bij een gezond iemand. Dus die doe ik erbij. Vitamine C slik ik ook extra. En vitamine B12 is bij mij ook vaak wat laag. Dus die wordt ook aangevuld inderdaad. Dus ook voor mij staan er wat potjes hier zo in de kast. Ja, en ik denk dat dat bij heel veel mensen wel zo is. Vooral als je een aandoening of een beperking of een ziekte hebt. Dat heel veel mensen toch wel... vitamine missen. Dat het toch best wel iets belangrijks is om even toch wel naar te kijken. Ja, het is ook mooi om het inderdaad dan samen met je therapeut of je diëtist of je adviseur daarin inderdaad op te pakken. En dus ook te kijken van wat is er echt nodig. Of ook inderdaad, Simone zegt ook, mijn vitamine D-waarde of B12 noemde je inderdaad wat aan de lage kant. Kijk, als dat ook echt uit het bloedonderzoek blijkt, dan is het zeker goed om daarop aan te gaan vullen. Dus dat is zeker goed om te realiseren. Helemaal op het moment dat je minder aan energie ook binnenkrijgt en minder aan de voedingsstoffen, dat daar nog iets extra's nodig kan zijn. Ja. Ja. Oké. Manon, nog een klein vraagje aan jou. Er is een vraag van Esther in de chat en ze is benieuwd voor mensen die wat lastiger lopen, waarbij het wat meer moeite kost, verbruiken ze ook meer energie tijdens een wandelingetje? Wel als ze de wandeling net zo lang maakt als degene die gemakkelijk kan lopen. Dan verbruikt ze meer energie, sorry, ik moet het goed zeggen. Op het moment dat de wandeling net zo lang kan duren als degene die zeg maar op een makkelijke manier wandelt, dan is het energieverbruik voor deze deelnemer hoger. Juist vanwege de meer inspanning die het kost om te lopen. Maar wat in praktijk vaak gebeurt, is dat die wandeling dan in totaal wat minder lang zal zijn, juist omdat het zo'n inspannende activiteit is. Dus daar kan ik nu niet over oordelen natuurlijk hoe lang deze deelnemer kan lopen. Alleen daar zit dus wel een verschil in.
Ja, ja ik kan hem misschien ook wel aanvullen van als ik moe ben en ik ga lopen, dan krijg ik zo'n dronkenmansloopje en dan ga je inderdaad de halve straat over in plaats van de mooie rechte lijn. Ja. Ja, precies. Ja. En ik weet niet of dat voor jou dan ook geldt, Simone, op het moment dat je daar dan, als je zo moe bent, ga je dan ook net zo'n stuk lopen wat je op een goede dag doet? Of hou je er dan ook bij dat kleine hoognodige stukje? Ja, bij het hoognodige stukje. Ja. Want dat moeilijke lopen, dat loopt gewoon ook niet fijn. Nee, kijk, en dan is het wel een hoger energieverbruik voor dat momentje. Maar omdat je er niet een heel lang stuk aan kunt koppelen, wat logisch is uiteraard. Maar zal het uiteindelijk niet tot een hoger verbruik in totaal leiden. Oké, ik zie dat de chatvraag goed beantwoord is. Dat is fijn. Dan zal ik verder gaan met het stukje over de actieve leefstijl. Ik dacht, voor degenen die vorige week het webinar over bewegen al hebben gevolgd, denk ik, ik heb hem zelf niet gezien, maar ik vermoed dat dit onderwerp daar uitgebreid besproken is. Maar ik dacht, die actieve leefstijl heeft zo'n grote link ook met voedingspatronen. Het gaat hand in hand met elkaar, omdat dat samen tot die gezonde leefstijl kan leiden. Dacht ik, ik haal hem nog wel eventjes aan, dat die actieve leefstijl naar kunnen zorgt voor behoud of verbeteren van de fitheid, dus zowel kracht als conditie. Maar ook het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten, dat je die goed kunt blijven doen. Denk ook aan transfers maken, onder de douche gaan, et cetera. Maar ook een stukje meedoen in de samenleving, hè, de participatie. En ook uiteindelijk met het effect van het is goed voor de gezondheid en een lager risico op bijkomende gezondheidsproblemen. En uiteraard wat ik net al noemde, het gaat hand in hand met de voeding. Het stukje energiebalans is niet helemaal los te koppelen van gewicht. Alleen gewicht is wel een maat die voor iedereen ook weer anders te interpreteren kan zijn. Je kunt op gewicht willen blijven, je kunt een doel hebben om aan te komen, je kunt een doel hebben om af te vallen. Het kan eigenlijk alle kanten op. Op het moment dat je veel bent afgevallen door een ziekteperiode bijvoorbeeld en je zou willen aansterken, daar kan gewichtstoename juist ook een ondersteunende rol in hebben. Veelal zal ook het afvallen een doel zijn, wat soms nog een heel stuk moeilijker kan zijn. Het gewicht is uiteindelijk wel een maat om te kijken of je in balans bent en dan met name goed om dat af en toe in de gaten te houden. Ik had opgeschreven bijvoorbeeld 2 keer per maand onder dezelfde omstandigheden op het moment dat je je thuis kunt wegen, dan kan dat praktisch zijn. Maar als je rolstoelgebonden bent, kan het ook heel lastig zijn om thuis te wegen en dan zou dat mogelijk bij een zorginstelling in de buurt of bij je revalidatiecentrum of bij een andere instelling kunnen. Maar anders als alternatief zou ook het meten van de buikomvang, van de armomvang een optie kunnen zijn. Maar je zou ook al kunnen kijken van hoe zit je horloge om je pols als die in ene veel meer gaat knellen. Dan kan dat ook een teken zijn van gewichtstoename. Ja, en je merkt het ook snel bij je broek of zo, hè? Dat je als je met kleding... Ja. Of met buikomvang inderdaad, vooral bij rolstoelgebruikers. Dan merk je dat heel snel, hè? Zo'n zwembandje of dat is toch wat duikje, denk ik, wat het meest voorkomend is. En ik denk wel goed om daar inderdaad, mooi dat je dat aanhaalt, om daar nog even een kanttekening bij te halen. Ik had hem er ook opgezet als gevoel bij gewicht, want dat is wel iets wat ik veel ook wat terug hoor. Want de buikspieren die kunnen natuurlijk ook wat verslappen, hè? De hele koor, maar ook dus echt die buikspieren. Waardoor het vaak in die zittende houding ook al lijkt alsof je buikje wat groter is. Het is sowieso, hè, iemand die staat heeft een slankere buik dan iemand die zit. Dat is over het algemeen al zo. Maar in een rolstoel is die juist door die lichaamsverhouding die verandert, hè? Dus de spiermassa die toch relatief afneemt en dan in verhouding meer vetmassa, lijkt het soms ook al dat de buik groter wordt, terwijl dat op het totale gewicht nog niet eens sorry, ik werd afgeleid door een opmerking uit de chat. Er werd een tip gegeven dat kleding met een elastische band heel prettig en praktisch kan zijn. Maar dat viel me oog op en toen raakte ik mijn verhaal kwijt. Heel leuk, zo interactief. Ja. Ja, en er was ook nog een vraag daarvoor van Mirjam. Ik begreep dat je als dwarsleed zo'n 4 tot 6 kilo
minder moet wegen dan voor de dwarslesie. Klopt dat? Er zijn inderdaad aangepaste, dat zijn dan zeg maar de BMI-categorieën. Hè? De BMI, dat is de verhouding tussen lengte en gewicht. Die zijn opgesteld voor de gezonde bevolking. Maar voor de dwarslesiepopulatie is er inderdaad een aangepaste gezonde BMI opgesteld. En dan dus met name, en ik weet dan niet precies of het die 4 tot 6 kilo is. Ik kan wel in de fact sheet die jullie na het webinar krijgen even de link naar die aangepaste BMI sturen. Dus dan kun je dat ook voor jezelf bekijken. Dus die, misschien wil jij die noteren, Lieneke, dat we die in de factsheet gaan opnemen. Komt die daar terug, want dan hebben jullie het precieze getal erbij. Maar het klopt zeker dat er aangepaste getallen gelden. Ja. Ja, het zou heel fijn zijn. Ik denk dat het ook wel redelijk logisch is, omdat je je beenspieren niet meer kan gebruiken, dat je wel inderdaad massa kwijtraakt. En als je dat aan de bovenkant weer aankomt, dan is dat misschien niet helemaal de bedoeling. Is het precies, inderdaad. Maar het is goed dat we daar, mooi dat de vraag voorbij komt, dan kunnen we daar de link naar na het webinar bij geven. Ja, zeker. Dankjewel, Mirjam. Oké. Yes. Een ander toch wel veel voorkomend probleem zijn de darmproblematieken. Ik heb hier de obstipatie eruit gelicht omdat die toch het meest gehoord is. Maar het kan ook gaan over dunne ontlasting. Dat gebeurt natuurlijk ook. En obstipatie, dus eigenlijk verstopping van de darm, hè, hele harde ontlasting, kan een gevolg zijn van de verminderde fysieke activiteit. Bewegen is eigenlijk, ik noem het altijd een natuurlijk laxeermiddel. Het is de natuurlijke prikkel die de darm krijgt om samen te trekken en om de ontlastingsbrei naar de uitgang te brengen. En op het moment dat je minder kunt bewegen, zijn die prikkels minder aanwezig, waardoor dat mogelijk tot gevolg heeft dat de boel gaat obstiperen. Daarbij is vezelrijke voeding met voldoende drinkvocht heel belangrijk, omdat dat de darmwerking ondersteunt en ook dus die soepele ontlasting kan zorgen voor soepelere ontlasting. Het is daarbij belangrijk om met een goed ontbijt te starten. Dus eigenlijk om je maag-darmsysteem aan te zetten. Maar ook om verspreid over de dag wat ruimer aan groente en fruit binnen te krijgen. Dus dat zijn eigenlijk dan gelinkt aan die vezels. Hè. Dat kan dus ook nog een salade bij de lunch zijn of een gevulde groentesoep. Of dat hoeft niet alleen het stukje groente bij de warme maaltijd te zijn. En daarbij ook de volkoren producten, omdat dat ook de vezelrijke producten zijn. Nu kunnen er bij MS en bij dwarslesie ook, kan er ook sprake zijn van een neurogene darm. En op dat moment is er ook een probleem met de aansturing van de darm. En op dat moment is het toch ook vaak dat er wel een medicamenteuze behandeling nodig is. Dat kan variëren van laxantia, hè, laxeermiddel. Of misschien ook meer de klisma's ter ondersteuning. Maar ook daarbij is het belangrijk om naar de voeding te kijken en daarvan gelden de meeste tips die ik net genoemd heb, die gelden ook daarbij. Alleen het kan wel belangrijk zijn om die vezels nog wat meer te spreiden of de totale hoeveelheid vezels ietsje minder te houden, zodat die belasting van die darm daarin niet extra wordt getriggerd. Dus daar zijn nog wel wat specifieke adviezen voor. Maar dat is natuurlijk ook een kwestie van uitproberen, dat bij de ene persoon werkt het misschien net wat anders dan bij een ander. Ja. Dat je ook gewoon moet variëren. En bij mij persoonlijk werkt, als ik last heb van obstipatie, dan weet ik gewoon, ik moet een smoothie nemen met spinazie bijvoorbeeld. En dat werkt dan weer heel goed. Maar daar ben ik ook gaandeweg achter gekomen. En ik denk dat dat misschien voor Simone, die heeft ook weer andere manieren van vezelrijk eten. Ja, vezelrijk eten. En ik vul het inderdaad aan met 1 keer per 2 dagen zo'n zakje met vezels via de huisarts. Ja, precies. Dus dat jouw huisarts daar ook nog weer iets van kan voorschrijven, zodat je dat kan verbeteren. Ja, dankjewel voor de aanvulling.
Wat daar ook mee te maken heeft, is dus het vocht. Hè? Ik noemde het net al eventjes, goed drinken is belangrijk. En dat is niet alleen voor de darmen, maar dat is ook eigenlijk gewoon voor de dagelijkse behoefte aan vocht die we nodig hebben. Het is wel zo dat ook die behoefte weer wat afhankelijk is van leeftijd, temperatuur, dat het buiten is. Hè? Als het heel warm is, hebben we wat meer vocht nodig dan wanneer het wat kouder is. Hoeveel inspanning je levert. Hè? Als je flink ingespannen hebt, dan heb je wat meer verloren in de vorm van zweet, waardoor je ook weer wat meer moet aanvullen. Ligt er ook aan wat je eet en hoeveel vocht er dan al in je voeding zit. En ook of er vanwege medische redenen nog hogere of lagere behoeften zijn. Dat kan bijvoorbeeld bij hartproblemen, dat je misschien maar tot maximaal 1500 milliliter aan vocht binnen kan krijgen. Of bij nierproblemen, daar zitten ook vaak beperkingen in de vochtinname. Dus dat is wel goed om je te realiseren. Maar als we dan kijken gemiddeld, komen we op de 1500 tot 2000 milliliter aan vocht wat er nodig is. Dat hoeft niet alleen water te zijn. Dat mag ook koffie zijn. Dan het liefst wel de gefilterde koffie. En 4 tot 5 kopjes op de dag. Die zijn dan gewoon prima passend in een gezond patroon. Daar wel bij melden zonder suiker. want dat maakt het minder gezond. En ik kom daar later in het tweede deel van de presentatie ook nog even op terug. En thee, dat hoort daar ook bij. En dat mogen de zwarte thee, de groene thee zijn daarin prima aanvullingen. Kijk, frisdranken, vruchtensappen, die horen hier liever niet bij de vochtbehoefte. Want dat is omdat ze naast vocht ook allemaal van de lege calorieën leveren. En die heb je minder nodig, of eigenlijk niet nodig. Jullie zien ook wel het stukje alcohol erop staan. Ik ga daar nu verder niet op in, maar ik geef hem inderdaad terug aan Teersa, want daar komt een leuke poll over. Ja, zeker. Dankjewel. We hebben een poll, even een break tussen in de presentatie. Als het goed is, gaat in de chat, kan je nu een poll invullen. Deze is anoniem. Hoeveel glazen... Teersa, ik onderbreek je eventjes. Het hoeft niet in de chat te doen. Je kan het gewoon in een formulier. Als het goed is, zie je het formulier nu in het scherm. En kun je het aanklikken en verzenden. Sommige mensen met vooral een Apple computer, dan is dit vaak moeilijk te lezen. Maar dan kan je het gewoon in de chat zetten. Dan is het natuurlijk niet anoniem. Maar op deze manier, als je het in de forms doet, dan is het wel anoniem. Ik ga hem zelf ook invullen. Ja, ik ook, zeker. Nou, hoeveel glazen alcohol drink jij per week? De een zou het dagelijks drinken, de ander alleen het weekenden of met verjaardagen. Dus zo'n gezelschapsdrinker. Ik denk dat heel veel mensen hele verschillende relaties hebben met alcohol. Het zou leuk zijn als iedereen even invult, of het dan via je scherm is of via de chat. Zie jij ook de uitslag, Teersa, in de poll? Of in de chat? Ik zie in de chat. Ja, gaat eigenlijk wel heel erg aan. Onze deelnemers zie ik. Ja, 1 tot 6 glazen per week, 64%. Dat zijn 18 mensen die dat hebben ingevuld. Geen 35%, 10 mensen die hier aanwezig zijn. Ja, dat is eigenlijk best wel een gezonde balans, denk ik. Geen alcoholist hier. Kijken of er nog wat meer mensen iets gaan invullen. Even kijken. Daaronder staan ook nog iemand geeft aan bij gelegenheden. 1 tot 6 is wel een groot verschil, dat klopt. Ja, inderdaad. Maar goed, we moesten even een kader geven. Maar goed, het ziet er positief uit in ieder geval. Ja, het is natuurlijk ook of je die 6 glazen dan op 1 dag drinkt, of dat je elke dag een glas drinkt. Dat maakt natuurlijk dan ook nog het uit. Zeker. Maar wat een voorbeeldige alcoholdrinkers hebben we hier in de chat. En ik kan er wel even op inhaken, want nu komen de feestdagen natuurlijk op aan. Dus dan heb je ook dat mensen die weinig drinken, dan toch soms meer drinken dan ze eigenlijk zouden willen. Want hoeveel glazen is eigenlijk momenteel de norm? Ik weet niet, mensen kunnen het in de chat zetten. Weten mensen dat? Wat is de norm van alcohol? Kijken of daar iemand precies weet hoe dat zit.
er komt nog niks binnen. Maar ik zou het zelf ook helemaal niet weten. Wat is eigenlijk de norm? Ja, ik zie Jelmer die zegt max 7 per week. Okay. En je zegt, nou rommelt er van alles binnen. Wacht even. Om gewoontes te voorkomen stop ik vaak minstens 3 maanden lang. Zo, dat is heel mooi. Dat is ook, dat heb je ook met Dry January. Hè? Dan heb je dat mensen dan met elkaar afspreken om een hele maand niet te drinken. En dat is best wel een goed idee om af en toe is gewoon een experiment voor jezelf ook te doen. Zeker als je wat meer drinkt dan je zou willen drinken. Dan heb je gewoon in zo'n maand dat je ook eens kan kijken van, hey, wat doet dit met mij? Heb ik er moeite mee? Sommige mensen zeggen, nou, ook gek, ik had er eigenlijk helemaal geen moeite mee. Of ik werd veel fitter. Of ik ging 's avonds in 1 keer weer van alles doen wat ik anders niet deed. Dus dat is best... het is niet structureel dat je in 1 keer denkt, ik ga mijn hele leefpatroon wijzigen. Maar het kan wel een start zijn om van daaruit te denken van, hey, ik ga eens op een andere manier met drinken om. Bas die zegt, geen idee. 1 per dag met een vraagteken. Nou, weet je Bas, dat komt eigenlijk ook wel een beetje neer. Vroeger was het zo, werd er gezegd van voor vrouwen max 1 glas per dag en voor mannen max 2 per dag. En dat verschil tussen mannen en vrouwen zat er een beetje in. Ook een beetje de aanname van vrouwen zijn wat kleiner, dus die hebben wat minder lichaamsvocht van zichzelf. Dus de hoeveelheid alcohol wat je dan drinkt voor een vrouw is eigenlijk 1 glas. Al meer alcohol verhoudingsgewijs wat je binnenkrijgt dan voor een man. En vrouwen hebben net een wat kleinere lever. Dus die lever kan het ook iets minder makkelijk aan. Dus toen werd het verschil gemaakt tussen mannen en vrouwen. Toen kwamen er steeds meer studies aan waarvan ze dachten van, hey, maar er zijn toch ook wel veel ziektes die verband houden met alcohol. En dan heb ik het nog niet eens over problemen in het verkeer en dat soort zaken. Waardoor alcohol natuurlijk ook problemen kan opleveren. En nu is er een beetje een vage richtlijn die zegt, nou liever niet, maar als je drinkt dan 1 glas per dag. En ook het liefst 2 dagen in de week bijvoorbeeld helemaal niet. Nou, dat is natuurlijk een beetje een vage van liever niet, maar anders 1 glas. Soms zijn bijvoorbeeld met feestdagen, dan is zo'n 1 glas best heel moeilijk. Want stel je vindt het wel lekker en eind van de dag krijg je om 5 uur een glas aangeboden. Je gaat met vrienden eten. Nou, volgens mij mogen we nu met corona met z'n 4 maximaal zitten. Nou, je kookt wat mee, je praat wat mee. Het glas wordt nog een keer bijgeschonken. Dan heb je al 1,5 glas op. En dan moet het eigenlijk het hele avondmaal nog komen. Nou, daar is ook lekker om nog wat bij te drinken. Omdat je drinkt, heb je ook iets minder dat je nog bij jezelf denkt van ik zou minder drinken. En dan heb je al snel, ook als je hele beperkte drinker bent, toch al snel 3-4 glazen die je toch drinkt. Nou, hoe zou je dat cirkeltje eigenlijk kunnen doorbreken? Ik heb de afgelopen webinars gemerkt dat eigenlijk heel veel tips al uit de mensen zelf komen, waarvan je denkt van, oh wauw, dat zijn echt goede tips. Dus misschien niet voor jezelf, maar voor iemand anders die zegt van, oh, ik vind dat best lastig zo met die feestdagen, want eind van de dag begin ik eigenlijk al met een glas en dan telt het toch op de dag op. Hoe zou je dat kunnen voorkomen? Anneke heeft al een hele goede tip in het algemeen. Die zegt van, ik breng structuur aan. Maandag, dinsdag en woensdag niet. En donderdagavond 1 glaasje. Dat is een hele mooie van Anneke. Hè? Door gewoon vast voor jezelf gewoon afspraken te maken. Want dat vindt je brein ook gewoon handig. Hoe meer duidelijkheid je voor jezelf schept van wanneer wel, wanneer niet. Daarom is soms ook niet drinken makkelijker dan maar 1 glaasje drinken. Want dat 1 glaasje kan ook een beetje 1,5 zijn. Dus soms is het gewoon niet makkelijker dan wel. Bertha die zegt uit het aangeboden glas een slokje nemen en daarna vergeten. Oh, die vind ik ook heel goed. Wat je ook kan doen, nu je het toch hebt over dat glas, is dat je zegt na een glas wijn drink ik sowieso een glas water. En helemaal als je dat water in je wijnglas gaat schenken, dan ja, op een gegeven moment ben je ook een beetje klaar met alles, al het water wat je drinkt. Dus het geeft de tussenposes aan. En het geeft ook weer eventjes dat je voor jezelf denkt, nou, ik heb eigenlijk niet zo heel veel trek meer in wijn of in bier. Je kan later starten. Je kan ook denken van, nou, ik zorg voor een alcoholvrij alternatief en ik eet pas alleen met de hoofdmaaltijd bijvoorbeeld wat. Dus dan begin je pas later op de avond. Dat kan ook met toastjes, hè, want we hebben het nu over alcohol. Maar zeker omdat ik nu zie dat deze groep ook heel weinig alcohol drinkt, kunnen we het wel iets verder trekken naar... Wat doe je gewoon met hele copuleuze maaltijden die er nu aankomen?
Je kan echt proberen om later te gaan starten met eten. Dus sla bijvoorbeeld al die borrelhapjes af. Omdat je eigenlijk toch al voor jezelf weet van ja, dan heb ik straks ook weer minder trek in juist dat lekkere eten wat eraan gaat komen. En dan is de keuze van niet in plaats van een beetje soms gewoon echt makkelijker. Je kan alternatieven kiezen, zeker als je zelf degene bent die kookt. Dus je kan eens kijken van ja, wat je kan meteen de chips en de pinda's op tafel zetten. Maar eventjes, we hadden het in de presentatie van Manon ook al over hoeveel calorieën er dan zat in een beetje chips bijvoorbeeld. Eén handje pinda's, 150 calorieën die je even wegtikt. 150, hè? Als je ervan uitgaat dat je zo rond de 2000 op een dag echt genoeg hebt. Dan zijn die drie handjes pinda's, nou dan zit je al op een kwart eigenlijk van de dag wat je erbij eet. Een oliebol, 170, hoppa, daar gaat er nog eentje. Het liefst ook nog 's avonds om 12 uur met de champagne erbij. Terwijl je eigenlijk al geen trek meer hebt in die champagne en de combinatie met die oliebol is ook goor. Maar ja, toch even het vaak nog, omdat je dan ook denkt van ja... Het hoort er gewoon bij, hè? Dat gevoel dat een beetje bij. Sociale ja, druk... Ja, het hoort er gewoon bij. Maar wat bijvoorbeeld Bertha zegt, die zegt ook de dag daarna alleen fruit en groenten. Dat vind ik ook een hele goede tip. Kijk, je kan ook denken van god, zo'n kerstdag, hoe vaak is dat nou? Maar zorg dan dat je compenseert de dag daarna door bijvoorbeeld inderdaad vooral groenten en fruit te eten. Misschien kan je op de dag zelf denken van ik ga extra wat aan beweging doen. Dus toch dat half uur. Er kwam een goede tip voorbij van iemand die had, dat was naar aanleiding van Simone. Dat Simone zei van ja, maar ik ben op een gegeven moment al moe en dan ga ik zwalken. En dan loopt het lopen ook niet meer fijn. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken, als het voor jezelf zou werken, nou dan loop ik wat korter, maar dan loop ik drie keer op de dag. Een kort stukje bijvoorbeeld, dan loop je toch weer net ietsje meer. Dus zo kan je voor jezelf een beetje spelen met hoe ga je met zo'n dag om en hoe maak je het voor jezelf niet te ingewikkeld dat jij als enige alleen maar wortels aan het knagen bent, terwijl iedereen om je heen heel lekker zit te eten. Je kan meedoen, maar zo kan je een beetje voor jezelf kiezen. Dat die dag toch niet helemaal verloren gaat en dat je vervolgens denkt, nou zie je wel, het lukt toch allemaal niet. En dat je vervolgens de handdoek in de ring gooit en de dag erop nog meer al die oliebollen gaat eten, waar je eigenlijk ook geen trek in hebt. Ja, heel herkenbaar allemaal wat je zegt. En ik denk dat heel veel mensen het in de chat ook best wel goed weten of zo. Mensen delen hele goede tips en echt heel leuk wat we allemaal horen, want... Ja, ik denk dat we allemaal wel eens problemen hebben met gezond eten, bewegen, voeding, alcohol. Maar eigenlijk weten we het ook wel. En het lijkt wel alsof we gewoon soms niet willen. Of dat we door buitenaf beïnvloed worden door andere dingen. Zoals ja, sociale gelegenheden van ja, je moet meedoen, je moet alcohol drinken, want dat hoort er gewoon bij. Maar... Ja. En nog niet eens door sociale dingen. Ik zag helemaal in het begin, vroegen we ook in de chat van aan mensen van wat vind je het moeilijkst? En er kwam ook een aantal keer bijvoorbeeld chocola voorbij komen. Ik denk diegene, als ik nu zeg van joh, verbeeld je eens in dat ik gewoon een hele lekkere chocola voor je neerzet. De lekkerste die je hebt of die kruidnoten. Je voelt gewoon al eigenlijk je speekselklieren voel je gaan. En je krijgt gewoon echt dat idee van, oh, daar heb ik ontzettende trek in. Dat kan je echt oproepen. Maar wat je daarmee ook doet, kijk, je voelt die speekselklieren al. Dus die mond die denkt ook al van, oh, die chocola gaat er blijkbaar ook aankomen. Want zo slim zijn we in ons hoofd. We hebben natuurlijk ook nog een hersenpan die heel slim is. Maar het stukje is ook nog zo primitief. Die gaat gewoon ervan uit dat hij denkt, die chocola komt er zo aan. En het is niet alleen die speekselklieren, maar ook je bloedsuiker. Die gaat als een dolle naar beneden, want je insuline komt eraan. Komen allemaal hormonen gaan aan het werk, want die staan te wachten op die chocola. Ja, als die chocola dan niet komt, dan krijg je alleen maar meer trek. Want dat vindt dat lichaam helemaal niet fijn. Die denkt, ja, ik sta nou klaar om die chocola op te vangen en er komt niks. En zeker als je dan moe en eind van de dag op een koud station loopt en je ruikt die heerlijke... Nou, je hebt de sushi bar en daarnaast heb je dan de chocolade toestand. Je hebt de koffietentjes met niet alleen zwarte koffie, maar ook koffie, karamel en met weet ik wat allemaal. Het ruikt allemaal fantastisch lekker. Maar het is niet alleen omdat je het ziet, maar je hele lichaam gaat zich er ook op instellen door al die geuren om het ook echt te willen hebben. En dat is hartstikke moeilijk, zeker als je moe bent.
ja, zie daar maar tegenin te gaan. Ja, dus dan is het een beetje de truc om dan te denken, oké, in plaats van een hele reep chocola neem ik maar een klein stukje en daarnaast neem ik een wortel of zo. Gewoon dat je dat kan compenseren, dat je wel het soort van toegeeft, maar niet volledig in losgaat of zo. Ja, precies. Je kan ook echt voorbereiden. Dat je denkt van nou, ik heb dingen in huis die als ik trek heb, waar je gewoon op een nuchter moment eens nadenkt van waar zitten weinig calorieën in en ook weinig lege calorieën in. Die ik ook lekker vind, zodat je die kan pakken. Dan hoef je op het moment zelf, want op het moment zelf heb je echt heel erg zin in iets. Dan kan je inderdaad iets nemen, maar dan kies je wel voor een gezonde variant. Ja. En niet te veel aan chocola denken. Ja, precies. Hele goede tips. Nou, heel erg bedankt voor deze inzicht in ons gedrag. Zullen we teruggaan naar het tweede deel van de presentatie van Manon? Ja, ik ga me erbij open. Ik zal hem met jullie delen. Ja, hopelijk weer zo goed gaat als net. Even kijken. Dat moet deze zijn. Als dat goed is, komt hij weer in beeld. Ja, we zien. Oké. Zo. Ja, ik denk dat de afbeelding voor zich spreekt. Als je er naar kijkt, duizelt het al een beetje. En het grote vraagteken in het midden laat ook zien van ja, als er zoveel aanbod is aan diëten, wat moet ik dan kiezen? Er werd net al even genoemd van nou ja, je vooral niet gek laten maken door alles wat er aan aanbod is. Maar daar past dit wellicht ook voor een stukje bij. Het is niet alleen de hoeveelheid diëten die de afgelopen jaren voorbij zijn gekomen, maar het is ook als je in de boekhandel staat en dit is maar een kleine greep uit hetgeen wat er staat in de boekhandel, maar ook daar allerlei diëten en ze beloven het mooiste. Alleen uiteindelijk, ja, gaat het om een dieet of gaat het om een gezond voedingspatroon? En ik denk dat dat een heel belangrijke vraag is. Vanuit de Healthy Habits wordt er natuurlijk ook genoemd, hè, van stap voor stap naar een gezondere keuze of naar een gezonder patroon. En dat is denk ik een betere manier dan richting een crashdieet of een dieet wat niet goed vol te houden is. Als we kijken naar gezonde voeding, is daar natuurlijk een heleboel wat er over wordt gezegd en er komt een hoop voorbij in de media. We hebben in Nederland wel een bestaande richtlijn, of geldend voor de algemene bevolking. Hè? Dat zijn de richtlijnen goede voeding die vertaald zijn in de schijf van 5. Dat is denk ik jullie wel een bekend begrip. Maar er zijn ook dieetbehandelingsrichtlijnen die aandoeningsspecifiek zijn. Denk aan een richtlijn rondom hartproblemen. Denk aan een richtlijn rondom darmproblemen. En eigenlijk, als je het vertaalt naar de doelgroepen die hier vandaag aanwezig zijn, waar het webinar of de webinars op gericht zijn, zijn er voor deze vier doelgroepen ook weer heel specifieke richtlijnen en patronen, waarbij soms ook wat informatie uit verschillende richtlijnen wordt gehaald. En eigenlijk, doordat het zo persoonsgebonden is, die term is ook al een paar keer voorbij gekomen, hè, dus echt het maatwerk, kun je ook niet zeggen van dit is voor jou dit is de beste richtlijn voor een bepaalde aandoening. Want het is daar te persoonsgebonden voor. En het is echt maatwerk. Dus gezonde voeding. We weten zeker wel wat gezonde producten zijn. Maar of het ook het beste dieet voor jou is, dat is de volgende stap. Ja, en ik denk dat Simone daar ook heel veel van af weet. Want die is geschakeld naar een glutenvrij dieet, niet waar? Simone, ben je daar nog? Sorry, ja, nou wel. Ja, daar ben je. Ja, ik doe inmiddels al 11 jaar een glutenvrije dieet. Nou, dat was bij mij noodgedwongen, omdat ik ook celiakie heb. Dus daardoor kan ik niet tegen gluten. Maar dat is echt een hele grote omschakeling om al die gluten eruit te gooien. Koekjes, pasta's. Van alles waar zetmeel in zit met name. Ja, dat lijkt me best wel pittig hoor, dat je dan zo'n schakeling moet maken. Ja, is het ook. En vooral toentertijd was brood ook nog een heel moeilijk product om lekker glutenvrij te krijgen. Dus dan heb ik de hele tijd zelf gebakken. Nou, nu zijn er goede websites waar je het ook kan bestellen. Dus dat scheelt ook heel veel tijd. Ja, zeker. Maar dit is dan ook een voorbeeld van wat Manon net zegt. Van toch wel naar jezelf kijken wat jij nodig hebt en dan
proberen van wat het best bij jou past. En in jouw geval is dat dan glutenvrij eten. Ja, en nu met mijn MSD kwam dat ook goed uit, want daar worden de gluten ook snel uitgehaald. Ja, precies. En ook suikervrij, toch? Ja, suiker, melk. Ik doe dan de versie waar nog wel vlees in zit. Er zijn er ook een hoop die gooien al het vlees er ook nog uit en die eten voornamelijk vis. Dus ja, het is daarin ook zoeken wat past bij mij en bij je gezin. Ik heb een dochtertje van 4, nou daar wil ik gewoon 's avonds gewoon normaal mee eten. Dus overdag ben ik vrij strak altijd aan dieet en 's avonds met avondeten eet ik gewoon met mijn gezin. Ja, precies. En ik zie ook in de chat dat... ook nog op binnenkomt. Ik heb veel diëten gevolgd, zegt Emma. Nu volg ik het leefstijlprogramma van Reuma Nederland Erasmus MC. En voeding leeft. Gaat zoveel beter. Er staat nog een lapje tekst onder. Maar ja, het is inderdaad, dus voor iedereen is het ja, echt even uitproberen wat bij jou past. En ik denk dat Manon ons nog even daar weer verder in gaat nemen. Ja, ik had als volgende puntje de superfood staan en de hypes en ook wel alle ja, hoeveelheid aan nieuwe voedingsprogramma's en diëten. En daarbij eigenlijk ook gelijk de kanttekening van als het perfecte gezonde dieet gevonden was vanuit deze hoek. Waarom zou het dan zo tijdelijk van aard zijn? En dan kun je als voorbeeld bijvoorbeeld de goji bessen nemen die eigenlijk in Nederland niet eens te verkrijgen zijn. Maar die uit Azië komen en in Nederland dan in een gedroogde vorm aanwezig zijn. Wil niet zeggen dat het een slecht product is. Maar het is ook niet een product wat de gezondheidsvoordelen oplevert of dat het meer zal doen dan een gewone Nederlandse best. Dus daarin wordt er door de media en door hetgeen er geroepen wordt ook echt wel heel wat niet onderbouwd. Wat niet goed onderbouwd is, de media ingeslingerd. En het komt soms ook echt heel erg geloofwaardig over. En daar zit denk ik ook gelijk de valkuil, of je moet het de kracht noemen van zo'n superfood, maar ik zou het eerder de valkuil voor de consument noemen. Dat het soms ook heel lastig is van, ja, wat is nu waar? Dieet, de voedselzandloper is een ander voorbeeld. Hè. Dat is een aantal jaar geleden als een nieuw voorlichtingsmodel het land ingeslingerd. Maar eigenlijk als voorlichtingsmodel wat sowieso niet passend was voor een heel deel van de bevolking. Wat je dan met een voorlichtingsmodel wel zou willen. En daarbij ook qua onderbouwing zeker niet krachtig. En daarmee zie je ook weer dat het model weer verdwijnt. En uiteindelijk nu hoor je niemand meer over die voedselzandloper. Dus dat laat gelijk ook zien van ja, als het zo tijdelijk is en als het er in ene is zonder dat er onderzoek aan vooraf is gegaan, dan mag je daar al gelijk je twijfels en je kanttekeningen bij zetten. Wat vaak ook gebeurt is dat gezonde voeding wordt opgehangen aan een enkele voedingsstof. Waarbij een voedingsstof eigenlijk, noem het vitamine A, noem een kalium als voorbeeld. Kan alle kanten op. Alle vitamines kun je daarvoor voor gebruiken. Alleen het mooie aan voedingsmiddelen is dat ze een totaalpakketje zijn van meerdere voedingsstoffen bij elkaar. En vaak is het gezondheidseffect wat een bepaald product heeft, het positieve gezondheidseffect, dat hangt niet aan een enkel voedingsstofje, maar dat hangt juist aan het totale stukje van het product. Vorige week kwam er bij ons in het nieuws voor de diëtisten een nieuw onderzoek voorbij wat gepubliceerd was, waarbij het voedingspatroon van uiteindelijk 27.000 Europeanen is bekeken. Een groep met hart- en vaatproblemen en een groep zonder. En daar was gekeken naar wat verzadigd vet doet op het krijgen van hart- en vaatproblemen. En eigenlijk bleek uit die studie dat het verzadigde vet uit yoghurt en kaas en vis, dat niet zo verkeerd was. En dat gaat eigenlijk in tegen hetgeen wat er nu in de richtlijnen goede voeding staat. En nu is dit één studie, dus die kanttekening plaats ik ook gelijk. Hè. Dat betekent niet gelijk dat het iets is wat de waarheid
misschien per se is. Maar het is wel om te laten zien van ja, is het dan het verzadigd vet vanuit die producten? Ja, wat ervoor zorgt hè, dat iemand wel of niet meer risico heeft op hart- en vaatproblemen? Of is het totale product waarbij ja, we weten dat zuivel ja, ook het risico op bepaalde ziektes weer kan verlagen? Of hè, daar, ja, dat onderscheid tussen voedingsstoffen en voedingsmiddelen, dat is wel een belangrijke. En met name ook omdat zo'n enkel, ja, ik heb nu opgeschreven, een enkel voedingsmiddel kan nooit alle essentiële voedingsstoffen leveren die het lichaam nodig heeft. En daar bedoel ik mee, ja, als zou je de hele dag, nou ja, neem als voorbeeld weer even die goji bes nemen, dan krijg je niet je totale pakketje aan, aan vitamines, mineralen en voedingsstoffen binnen. Dus het gaat juist om een ja, uitgebalanceerd patroon, waarbij je dus van de gezonde producten voldoende binnenkrijgt. En dan heb je het over groente, fruit, volkoren producten. Ja, ook het onverzadigde vet, de onbewerkte producten, hè, verse voeding, verse producten, maar ook het bewust omgaan met zout. En daar wil ik nog even verder op inhaken. En ik heb het benoemd als bewust omgaan met zout, met name omdat een zoutbeperking ja, negatief klinkt en bewust omgaan met zout in mijn ogen een stukje positiever. Want met zout is het zo dat we daar met z'n allen in Nederland gemiddeld genomen veel te veel van binnenkrijgen. 85% van de Nederlandse bevolking die krijgt per dag 7,5 tot 10 gram zout binnen. Nu heb ik al verklapt dat het te veel is, maar weten jullie wat, hebben jullie een idee wat het advies is voor zout? Voor ja, de algemene Nederlander? Durven jullie een poging te wagen in de chat? Oh ja, kijk, jullie weten het. Ik zie het al staan. 6 gram. Geen lastige vraag. Super. Ja, nee, dat klopt helemaal. 6 gram is inderdaad het advies. Maar ook wel de maximale aanbevolen hoeveelheid daarmee. Dat zoutboek wat jullie op de afbeelding zien is wel leuk ter illustratie. Je ziet in dat buisje linksboven. Ik denk niet dat ik het hier kan aanwijzen. Oh, misschien wel. Even kijken hoor. Zien jullie mijn cursor bewegen? Nee, we zien geen cursor. Helaas. Nee, je bedoelt het buisje wat het meest gevuld is, zeg maar. Ja, die linksboven op de afbeelding inderdaad. Dat is eigenlijk staat gelijk aan die 6 gram zout. Dus dat is hetgeen wat je in totaal op de dag binnen mag krijgen. En in de onderste rij zie je ja, ongeveer in het midden ook nog een heel vol buisje. En dat is een kant-en-klare pizza. En die staat gelijk aan 5 gram zout. Dus wat je ziet is als je één zo'n diepvriespizza eet, krijg je 5 gram zout binnen, waarmee je dus eigenlijk al bijna aan, waarmee je sowieso al voldoende zout binnen hebt voor de dag. Hè? Je hebt niet snel tekort. Maar ja, het laat zien dat één zo'n pizza al gewoon bijna je ja, maximale wat je op een dag binnen mag krijgen levert. En dan heb je nog niet eens je boterham met kaas of de andere producten waar zout ook gewoon al van nature in zit gegeten. Dus het illustreert wel van wat voor boosdoener zo'n kant-en-klaar product kan zijn. En waarom het dus ook niet in een gezonde voeding past. Ja, en op welke manier zouden we, zeg maar, nu we dit lezen, voor mensen die dit niet wisten, ik wist het niet, denken, oh jeetje, wat veel. Hoe kan je dit dan, ja, hoe kan je in je patroon, in je voedingspatroon, dat wisselen? Want ik zie ook in de chat wel wat mensen wisselen van aardappels tot knolselderij, dat je, zeg maar, een soort van voedingswissels doet. Mm-hmm. En ik weet niet of Willemijn hier nog iets qua gedrag in aan kan haken van hoe werkt dat bijvoorbeeld met voedingswissels? Als je er heel erg bewust van bent, misschien is het dan makkelijker om dan hier rekening mee te houden? Ja, zeker. Als je dat wilt doen, zou ik altijd voorstellen dat je dat gewoon eens op een rustig moment gaat bedenken. Kijk, als jij honger hebt en je zit in de supermarkt en je hebt gewoon eigenlijk trek en je hebt ook nog haast, dan is het niet zo handig om een lekkere snelle wissel te maken in je hoofd om iets te gaan wisselen. Maar als je gewoon op een rustig moment is, denkt van nou, ik vind pizza's gewoon super lekker. Om eerlijk te zijn, ik dwaalde net ook even af met door die pizza, dat ik dacht, oh, ik heb eigenlijk wel zin om vanavond pizza te eten. Zo snel werkt het dan ook alweer.
Maar dan kan je ook denken, oké, je kan een kant-en-klare pizza doen of je maakt hem zelf. Maar ja, dat kost natuurlijk wel even voorbereiding. En sommige mensen zeggen, nou, dat is dan zo moeilijk, dan laat ik het maar. Maar eigenlijk, als je nadenkt, kan je ook heel makkelijk zelf een zelfgemaakte pizza maken die helemaal niet zo heel veel moeite kost. Maar je moet het even, je moet even plannen, je moet even nadenken. En als dat dan eenmaal in je systeem zit, is het ook niet moeilijk. Dus ja, het kost even tijd om een goed alternatief te verzinnen. Neem die tijd ook, denk daar gewoon eens rustig over na. En kijk dan eens van, vind je dat een goed alternatief of niet? Ja. Ja, het is denk ik ook, hè, als je kijkt naar, zout zit vooral heel veel in de bewerkte producten. Dus als het al lukt om een switch te maken naar steeds meer verser eten. En ik zag ook al in de chat voorbij komen, geen pakjes en zakjes gebruiken. En die had ik ook als voorbeeld op de volgende dia staan van, wat zit er nou in zo'n pakje en zakje? Kan dat niet anders, hè? Want je ziet hier zo'n macaroni spaghetti mix. Wat natuurlijk makkelijk is om je gerecht te kruiden. Maar dit is het ingrediëntenlijstje. En zo'n ingrediëntenlijst staat altijd op volgorde van hoeveel er van een product in zit. Dat staat vooraan. En nu staat er dan groente vooraan. Dat klinkt natuurlijk wel mooi, maar dat is wel de gedroogde vorm. Omdat het in het poeder van het zakje verwerkt zit. Maar als tweede zien jullie staan zout. En dat betekent dus dat er echt een heel aanzienlijke hoeveelheid zout in zo'n pakje zit. Sowieso een hele lijst. Maar wat heb je hier nou echt van nodig om een lekkere macaroni te maken? En uiteraard verschillen smaken. Maar met dit voorbeeld, waarbij je wat basilicum, oregano, kaneel en tomatenpuree als basis gebruikt om te kruiden. In combinatie met wat volkoren macaroni en verse groenten naar keuze. Eventueel gehakt of vegetarisch gehakt er doorheen. Dan heb je een heel smaakvolle macaroni. Nu is dit een recept uit de eigen keuken. Dus ik vind hem heel smaakvol. Maar het is wel een recept wat denk ik de moeite waard om eens te proberen. Als het nog niet gelukt is om zo'n switch te maken van zakjes en pakjes naar de meer verse variant. En dit is echt niet moeilijk om te maken. Dus daarin gelijk een voorbeeldje. Goeie tip. Ja, leuk. Even kijken hoor. Ja, ik had suiker er ook nog even uitgelicht. En we noemden natuurlijk wel al van water, koffie en thee. Dat zijn de drankjes die eigenlijk de voorkeur hebben om je vocht... je vochtinname te halen. En deze afbeelding illustreert het altijd wel mooi. Van als je een frisdrank of een vruchtensap, een gezuikerd vruchtensap hebt. Dan zie je dat er zo 6-7 klontjes suiker in zitten in één glas. Wat ook betekent dat je dat glas niet neemt en vervangt voor wat anders. Dat je dat kunt besparen. En als je dan weer even terugdenkt aan het begin van de presentatie, hè, over de energiebehoefte, energiebalans en ook de lege, loze calorieën, dan zijn dit producten die inderdaad beter weggelaten kunnen worden. Het betekent niet dat je de hele dag water hoeft te drinken. Er zijn ook vanuit de Spa Touch heet het geloof ik, niet om reclame te maken, maar meer als voorbeeld. Water met een smaakje, wat ook echt wel voor de variatie prettig kan zijn. Het zijn wel dingetjes om eens te proberen, om te kijken of daar wat mogelijk is om wat anders te drinken dan frisdrank of vruchtensap. Het voorbeeld wat er daarnaast staat, ik weet niet of er iemand is die suiker in koffie of thee gebruikt, maar mocht dat zo zijn, en ik denk dat die mensen zijn er zeker, hè, dat is best wel gangbaar nog steeds. Als je nou 4 kopjes koffie op de dag zou drinken met 1 klontje suiker erin, dat betekent 1 klontje suiker staat voor 4 gram. Dat zou betekenen dat je 28 klontjes suiker per week gebruikt. 120 klontjes suiker per maand. En dat zou neerkomen op 1460 klontjes suiker per jaar. Dan denk je al een heel jaar, oké. Maar als je dat vertaalt naar calorieën, dan kom je uit op ruim 23.000 calorieën. En dan met name die je kunt besparen door de suiker eruit weg te laten. Ik weet niet of jullie het ook als veel vinden klinken, maar ik vond het best wel schokkend om dit totaal zo te horen. En met name... Ja, het is wel goed om dat even zo ook in de presentatie te zien. Dat je denkt, oh ja, even bewust van worden van, dit is echt wel veel.
Ja, kijk, en dat is natuurlijk wel iets wat je spreidt over een heel jaar. Maar met name als het zou lukken om dat stapje te maken, hè, als je het weer hebt over de healthy habits, een stapje richting een gezonder patroon. En je zou hiermee kunnen starten, zou het al een hele mooie stap zijn. En zeker als je wil afvallen, toch? Ja, precies. En ook als je uiteindelijk kijkt naar wat het doet voor je gezondheid, is die suiker geen toevoeging. Dus ook daarvoor zou het mooi zijn. Maar inderdaad, in het kader van gewichtsvermindering en minder energieinname is het ook een hele mooie. Ik had dat ingrediëntenlijstje er even bij gezet. Met name om te laten zien onder welke benaming suiker allemaal op de verpakking voorkomt. Want suiker staat er heel vaak niet gewoon als suiker. Maar dan staat het er als glucose, fructose stroop of honing. Of de agavesiroop of dextrose. Allerlei verschillende namen die uiteindelijk allemaal betekenen dat het suiker is, met daarbij ook hetzelfde effect in je lichaam. Dus dat is ook eventjes om bewust van te zijn. Er zit ook verstopt, zeg maar, hè, als je de verpakking gaat bekijken, in veel producten suiker, al is het soms onder een andere naam. Deze foto had ik erbij gezet, of wil jij nog wat zeggen, Willemijn? Nou ja, ik zat eventjes nog na te denken, ook over die pakjes en die zakjes, want er zit veel zout in. En ik zat even, daar kom ik er zo op terug, om even nog na te denken wat Simone ook wel vertelde, van als je gewoon moe bent, dat je dan ook, dat het soms moeilijk is om nog echt gezonde keuzes te maken. Simone, kan jij dan nog herinneren? Ja, in ons voorgesprek hebben we het daarover gehad inderdaad. Van juist op de dagen dat je uitgeblust bent en weinig energie hebt, is juist die drang naar snoepjes, anders eten dan je dieet, eigenlijk veel groter. En ja, als je moe bent is je weerstand minder, dus dan geef ik er eigenlijk sneller aan toe om er een slecht dag van te maken. Klopt. Ja, en dat is, daar spelen natuurlijk die kant-en-klaar producten gewoon heel makkelijk op in. En zeker als je door een ziekte of ook, als je niet ziek bent, maar zeker nu we het hebben over mensen die ook met een aandoening vaak moe zijn of lusteloos zijn. Dat lichaam voelt zich moe en die denkt ook wel een beetje dom van, oh, ik heb echt energie nodig omdat ik me zo moe voel. Dus allerlei hormonen in je lichaam gaan ook weer een rol spelen die zeggen van, ik wil eigenlijk nu eten. En die vragen ook om hoogcalorisch eten op dat moment. En zeker als je dan moe bent, heb je ook weinig wilskracht om te denken, nou weet je, ik wacht nog even, want over een uurtje dan ga ik heel erg gezond koken. Dat, die wilskracht gaat dus naar beneden. En echt die snacktrek, ik weet niet of mensen het zich kunnen herinneren, ik deed het wel 's avonds, als je dan aan het stappen was geweest, dat doe ik dan nu niet zo heel veel meer, maar dan had je gewoon na zo'n hele avond stappen en dansen, dan stond de frietzaak eigenlijk vol. En dan was het gewoon heerlijk om dan gewoon nog lekker friet te eten. Of nog bij vrienden door te gaan met gebakken eieren, met spek. Maar weet je lichaam heeft, als die moe is, echt gewoon behoefte aan snacktrek. En daar spelen natuurlijk al die kant-en-klaar producten super op in. En als je dat ook weet van jezelf, dan kan je daar in ieder geval ook een beetje op voorbereiden. Begrijp je ook, als je moe bent, ook beter dat je lichaam het ook echt vraagt. En soms helpt het om voor jezelf eigenlijk te bedenken dat het een soort golf is die over je heen komt. Net als dat je op het strand bent. Je kan heel hard beuken tegen die golf. Of laat hem maar even gewoon over je heen komen. En dan merk je dat als je gewoon even rustig gaat zitten met een kop thee of wat dan ook, dat na 5 of 10 minuten ook de zin in die snacktrek ook weer afneemt. Dus soms kan het helpen in plaats van dat je meteen impulsief denkt van ik ga nu toch echt iets kiezen. Laat het even over je heen komen. Het is echt een gevoel wat ook van binnenuit komt. Dus het is realistisch. Maar het komt en het gaat. Nou, daar zou je ook een keer mee kunnen experimenteren. Maar volgens mij moeten we nu weer snel door naar Manon. Ja. Ja, er staat nog een mooie aanvulling in de chat van Petra. Dat het handig kan zijn om een grote hoeveelheid van de gezonde pastasaus te maken en ook in te vriezen. Want dan heb je natuurlijk altijd wat in huis liggen wat je eigenlijk alleen nog hoeft op te warmen. Waardoor je op een snelle manier toch die gezonde maaltijd op tafel zet. Dus dat is een mooie aanvulling. Deze sheet had ik erbij gezet van ja, hè, er is zoveel aanbod in de supermarkt. Wat te kiezen en waar op te letten.
En ja, dat begint eigenlijk al bij het lezen van een etiket. En op het moment dat je dat nog niet doet, zou het misschien interessant zijn om daar eens naar te kijken. En dan eigenlijk het liefst niet naar de voorkant, maar naar de achterkant. Want op de voorkant staan vaak, noem het loze kreten, bron van vezels, goed voor de weerstand, natuurlijk. Wat allemaal mooi klinkt, alleen het zijn claims. En deze claims, soms kloppen ze. Maar vaak zijn het loze kreten om toch de consument te verleiden om het product te kopen. Helaas kan en mag dit allemaal gewoon. Alleen dat helpt niet mee om die goede keus te maken. Of je wordt misleid dat je denkt dat je wel een goede keus maakt. Dat is ook zo bij dat tweede puntje, waarbij light niet altijd caloriearm betekent. Er zijn bijvoorbeeld pindakaasvarianten op de markt die 30% minder vet bevatten. Iets mag light heten bij een product als er 30% minder vet of minder suiker in zit. Maar als er 30% minder vet in zit, betekent dat niet dat er ook minder suiker in zit. En wat er vaak gebeurt, is dat dan het vet wat er uitgelaten is opgevuld met suiker. Dus dan klinkt het heel mooi. Maar als je gaat kijken wat er nog in het product zit, is het evengoed een calorierijk product. Dus dat is ook een vorm van misleiding op de verpakking. De verleidelijke plaatjes die staan ook vaak op de voorkant van de verpakking. Hè? Die worden steeds aantrekkelijker gemaakt. Als je dan naar het etiket zelf kijkt, dus echt naar de ingrediëntendeclaratie. Dan zie je soms dat er wat wordt weergegeven in hoeveelheden, wat dan niet overeenkomt met de verpakking. Als je bijvoorbeeld naar van die voorverpakte koekjes zou kijken, dan staat vaak bij de inhoud van, dat je denkt van, oh, dat valt mee qua calorieën. Maar dan staat er in de tabel staat dan wat één koekje is, maar dan is zo'n pakje twee koekjes. Waardoor je dus eigenlijk al, als je het opeet, het dubbele binnenkrijgt, als je daar niet goed naar kijkt. En dat heeft ook te maken met, het wordt vaak per 100 gram weergegeven, maar hoeveel eet je er werkelijk van? Dat is dan hetgene wat je dan door moet rekenen naar wat je ermee binnenkrijgt. En ook zijn ze slim voor mensen die de E-nummers, daar is natuurlijk daar is veel om van doen. Die hebben ook onterecht wel een slechte naam, want er zijn ook heel wat E-nummers waar in mijn ogen niks verkeerd mee is. Zoals bijvoorbeeld ascorbinezuur, dat is eigenlijk gewoon vitamine C. En die staat ook als, ik meen dat het E300 is, maar die staat, of E300 of 320, maar die staat ook gewoon op de verpakking als E-nummer. En dat is een stof die eigenlijk ervoor zorgt dat de smaak niet bederft. Ze staan ook wel onterecht in het verkeerde rijtje in mijn ogen. Alleen wat fabrikanten doen is vaak dat ze de natuurlijke naam erop zetten. Bijvoorbeeld Arabische gom in plaats van het E-nummer wat daarbij hoort. En als je dat leest, denk je, of kun je lezen van Arabische gom. Klinkt je weet eigenlijk niet wat het is, maar klinkt ook niet heel slecht of zo. Terwijl als je het E-nummer zou zien staan, zou je er misschien anders naar kijken. Dus dat is ook een van de trucjes die gebruikt worden op die etiketten. Ik noemde het net al eventjes. Kijk naar de achterkant en niet naar de voorkant. Kijk dan naar die voedingswaardetabel. De calorieën, eiwitten, vetten, maar ook wel de koolhydraten, suikers die erin staan. En als je naar het ingrediëntenlijstje staat, is het vooral goed om te kijken naar hoeveel ingrediënten erop staan. Want vaak is het zo, hoe meer ingrediënten, hoe bewerkter het product is. Maar ook goed om je bewust te zijn dat hetgene wat het meeste voorkomt, vooraan staat. En als dan bijvoorbeeld zout of suiker of een suiker in een aangepaste vorm erg vooraan in het lijstje staat, dan weet je al wat voor product je in je handen hebt. Dus dat is als tip om daar bewust van te zijn. Ik wil even melden dat we nog 10 minuten hebben. Ik zag het inderdaad. Dus we gaan wel even langzaam richting het einde breien. Dus even de belangrijkste dingen nog. En daarna kunnen we misschien nog heel snel een paar vragen van de kijkers beantwoorden. Ik ben bijna aan het einde, dus dat komt mooi uit. Deze afbeelding laat eigenlijk zien dat er niet één juiste manier van een eetpatroon is.
ik heb het hier wel over een eetpatroon, een voedingspatroon en dus niet over een dieet. En dat ja, komt ook terug met het begin, hè, van dit deel van de presentatie waarin je al die diëten op die sheet zag staan. Dit zijn manieren van eten die je ook kunt volhouden. Je ziet, nou ja, de schijf van 5, maar ook de recent gepubliceerde schijf voor Life. Dat is dan de plantaardige versie. Maar ook ja, van I Am A Foodie, daar hebben ze ook de switches van de bewerkte voeding naar de onbewerkte, versere voeding gemaakt. En dat onderste model in het midden is ook meer de plantaardige voeding die wordt, nou ja, wordt aangehaald. Wat hier belangrijk bij is, is dat je niet zomaar iets weglaat uit je voeding. Hè, als je denkt, oké, ik ga geen vlees meer eten, laat je dan wel goed informeren van welke voedingsstoffen je dan weglaat en wat je daar voor in de plaats binnen moet krijgen vanuit dan de meer plantaardige hoek. Dus dat zijn, en helemaal als je naar volledig plantaardig gaat, is het echt heel belangrijk om dat wel met iemand samen te doen die met jou mee kan kijken of er voldoende ja, voedingsstoffen binnenkomen via jouw patroon en dat je daar geen tekorten gaat krijgen. Ja, dat hoor je ook best wel vaak inderdaad, dat mensen dan moeten switchen, dat ze in één keer helemaal energieloos worden en toch weer iets missen in hun voeding. Ja, ja. Ja. Nee, precies. Dus dat is goed, goed om daar bewust van te zijn. Ja, ik heb deze sheet nu overgeslagen, maar die kunnen jullie teruglezen. Misschien als laatste stukje boodschap. Vooral heel belangrijk om te gaan zoeken naar een patroon wat bij jou past. En gezonde voeding is misschien minder verleidelijk dan de ongezonde producten. Maar daarmee zijn het wel de keuzes die goed zijn voor je lichaam. En ik denk dat dat hetgene is, hè, wat ook onderaan staat, fit of voeding. Door kleine stapjes naar de gezondere keuze kun je daar denk ik heel wat winst mee halen. Ja, en ik hoop dat deze webinar jullie daarin toch een stukje, al is het een klein stapje in de goede richting geeft, zou dat wel heel mooi zijn. Ik denk deze als afsluiter voor dit stukje van de presentatie. Het blijft een zoektocht om een uitgebalanceerd dieet te vinden. Ja, dan hebben we nog een paar minuutjes over. Ja, precies, want er komen ook nog vragen in de chat voorbij. Ja, om hem af te ronden, zijn er nog mensen die op het moment deelnemen die graag hun vraag willen stellen met beeld en geluid? Dan wil ik daar nu even een moment voor geven, zodat wij bijvoorbeeld Manon of Willemijn daarop kan antwoorden, of Simone. Mag ook in de chat, maar aangezien we nu naar het einde van de webinar gaan, is dit het mooie moment. Dus heb je een vraag, wil je die nu stellen, voel je vrij om even je geluid aan te doen en je camera. En dan gebeurt er nu nog niks? Nee, nou, dan is het ook goed. Ja, we hebben nog 6 minuten. Dus zijn er voor jullie nog aanvullingen dat je denkt, oh, dit wil ik nog kwijt over vervoeding? Want ja, als we het nu even samenvatten, is het is zo belangrijk om te kijken wat bij jou past, bij jouw beperking, bij jouw levensstijl. En je eigen zoektocht daarin. En laat je vooral goed informeren. En als mensen hulp nodig hebben, dan kunnen ze het beste bij een diëtist of bij een gedragswetenschapper. Of in contact komen met lotgenoten. Of ja, hoe noem je dat? Ervaringsdeskundigen. Om ook met elkaar verhalen te delen. En dit is denk ik een heel mooi uitgangspunt, zo'n webinar. Dat je denkt, oh ja, het is weer even een momentje van realisatie van misschien kan ik hier wat meer aandacht aan besteden. Dus als er helemaal geen vragen binnenkomen, dan even kijken. Gezond aankomen, zegt Niels in de chat. Ja, volgens mij had je dat al wel een beetje benoemd, Manon. Is het een vraag? Of dat is de vraag, gezond aankomen, hoe je dat zou doen. Gezond, oh ja, ja, oké.
Ik noemde wel dat je dat inderdaad het monitoren van gewicht ook kan gaan om juist aan te willen komen als je een periode van ziekte hebt gehad of daarin wat kilo's kwijt bent geraakt. Kijk, en ook met gezond aankomen geldt eigenlijk die basis van wat is gezonde voeding en neem daar wat meer van. Vaak is dan ook de behoefte aan eiwitten wat hoger, dus dat is dan wel een goede om daar specifiek de aandacht voor te hebben, zodat je daar ook net wat extra van binnenkrijgt. Maar met bijvoorbeeld een boterham extra, een schep warm eten extra, krijg je ook al wat extra energie binnen. En hierbij hangt het ook wel heel erg af van wat ligt er, hoeveel kilo wil iemand aankomen, wat is er gebeurd waarom iemand is afgevallen, zit daar een ziekteproces onder, gelden daar nog speciale behoeftes bij. Dus het is wel lastig om de vraag heel specifiek te beantwoorden, maar ook met de gezonde producten kun je daar wel een start mee maken. Ja, dus niet gaan lopen snacken omdat je denkt ik moet aankomen, maar kijk echt naar de voedingsstoffen. Ja, tenzij het toch wel gaat om een flink gewichtsverlies waarbij iemand echt onder voet is geraakt. Want dan gelden er ook weer andere richtlijnen. Dus zou kunnen, dan is het nog steeds het flink snacken niet de eerste voorkeur. Maar dan kan het wel zijn dat je wat extra energieverrijking wil toepassen in je voeding, wat je normaal in het gezonde patroon niet doet. Dus daar zou het ook op uit kunnen komen. Ja, precies. Nou, ik denk dat mensen heel erg geïnspireerd zijn vandaag om wellicht een kleine stap richting gezonder leven te maken. En ik wil Manon, Willemijn en Simone heel erg bedanken voor deze vrijdagochtend. We zijn weer een beetje wijzer geworden. En ik ben zeker geïnspireerd en ik hoop de deelnemers ook. Het recept voor een gezonde leefstijl, die ligt dus per persoon verschillend. En het is een kwestie van uitproberen. En wel belangrijk om echt bewust ermee bezig te zijn en je goed te laten informeren. In dit webinar hebben jullie informatie en tips en tricks gekregen over voeding en gedrag. En vind je het fijn om hier nog meer bij geholpen te worden? Daarvoor heeft Stichting Special Heroes een nieuw project. Dat heet Get in Motion. Het is maatwerk om een stap naar een gezondere leefstijl te zetten. En wil je hierbij een beetje hulp? Dan meld je nu aan voor Get in Motion. Dat kan. In de fact sheet die jullie toegestuurd krijgen na dit webinar staat meer informatie. En daarbij wil ik jullie heel erg bedanken voor Manon, voor je mooie presentatie. Super veel informatie, dus we het even ook laten inzinken. Dankjewel Willemijn voor het stukje over gedrag. Het geeft echt weer... nieuwe inzichten over dat we ons lichaam soms niet altijd onder controle hebben. Maar als we er bewust mee bezig zijn, kunnen we ook wel iets invloed hebben. Ik ben ook altijd weer verrast met alle tips die dan in de chat komen. Dan denk ik van ik hoop dat ik jullie heb kunnen inspireren. Maar ik ben ook weer, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar echt kom je gewoon helemaal geïnspireerd ook weer van zo'n webinar terug. Van alles wat ook weer naar voren komt. Ja, zeker. Dat super een wisselwerking is. Ja, dankjewel. En ook Simone, heel erg bedankt voor jouw bijdrage aan dit webinar. En ik hoop jullie weer gauw te zien. En ik denk dat we maar gaan afsluiten. Ja, en Teer, zei jij ook bedankt voor het voorzitten, hè? Zo. Ja, dankjewel. Dat was de eerste zeker. Keer. Heel spannend. Ja, hartstikke goed. Nou mensen, jullie krijgen nog een factsheet toegestuurd. Jullie kunnen nog een feedbackformulier invullen over dit webinar. Het staat in de chat. En ik wil jullie heel erg bedanken allemaal. En op naar een goed weekend met gezonde gewoontes. Yes.